Wethouder Roeland van der Schaaf wordt de nieuwe dijkgraaf van het Waterschap Noorder Van der Schaaf is bijna tien jaar wethouder wonen en ruimtelijke ordening van Groningen. De wethouder volgt als dijkgraaf Bert Middelop. Hij gaat per 1 juli met pensioen. Voor de functie van dijkgraaf hadden zich 33 kandidaten gemeld: 9 vrouwen en 24 mannen. Zonder waterschappen, de oudste bestuurslaag van Nederland, had Nederland niet eens kunnen bestaan. Eh, wij zorgen dat eh, de waterschappen zorgen dat het water eh, ja, goed, eh, goed georganiseerd wordt, dat we droge voeten houden, dat het eh, schoon water is, dat het op zo'n manier gebeurt dat natuur en landbouw kunnen functioneren. Nou, en de Dijkgraaf is de voorzitter daarvan, is eigenlijk een beetje de burgemeester van het waterschap, zou je kunnen zeggen. Hij is opgetogen over zijn nieuwe baan. Ik ben nu bijna tien jaar wethouder geweest van de gemeente Groningen. Dat, heb ik, dat doe ik trouwens met, nog steeds met hart en ziel. Dus ik ben wel een beetje verknocht geraakt aan deze regio. Ik woon hier ook al heel lang. Ik voel me hier heel erg thuis met mijn gezin. Ik ben verknocht aan het openbaar bestuur. Dus ik wil heel graag iets blijven doen in het openbaar bestuur. Ja, en ik ben gewoon echt gefascineerd door allerlei vraagstukken die te maken hebben met ja, de ruimtelijke inrichting van, van ons land en van onze regio. En het kan om wonen gaan, maar dit gaat dan weer veel meer over water, landschap, waterveiligheid. Echt heel belangrijk. Extreem actuele onderwerpen en ook klimaatadaptatie. Nou, dat komt allemaal samen in deze functie. Van der Schaaf is trots op wat hij voor de stad heeft bereikt. Ik vind dat we ook eh, Groningen eigenlijk hebben klaargezet om eh, met projecten als Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad... om de komende jaren nog meer woningen te bouwen dan we de afgelopen jaren gedaan hebben. Het doet wel pijn dat hij de woningnood niet heeft kunnen oplossen. Het wordt alleen maar groter hè, met de stroomvluchtelingen die we nu hebben, internationale studenten straks weer... jonge gezinnen die eigenlijk geen, eh, geen huis kunnen vinden... Uh, prijzen die de, de pan uitreizen, ja, dat is nog lang niet klaar. Dus uh, ja, ik vind het jammer dat het mij niet gelukt is om het op te lossen. Ik denk dat het ook pretentieus is om te denken dat je dat zomaar even als wethouder kan oplossen. Maar ik heb wel het idee dat ik uh, dan mijn, mijn steentje aan die oplossing heb bijgedragen. Er is veel discussie over de rol van de waterschappen. Mijn opvatting is wel eh, dat die waterschappen steeds belangrijker gaan worden. Hè. De waterveiligheid, klimaatadaptaties, dat zijn extreem belangrijke thema's. Thema's die ook niet alleen technisch van aard zijn, dat zijn echt ja, uh, thema's met sociale en maatschappelijke. Ja, consequenties. Dus daar horen politieke en maatschappelijke afwegingen aan de grond te liggen. En als dijkgraaf ben je daar in principe neutraal in. Hè. Er zijn verschillende mensen die daar iets van hè, moeten vinden. Maar het is wel de taak als dijkgraaf om ja, die maatschap, dat maatschappelijke debat en die politieke besluitvorming uiteindelijk goed te, te organiseren en te begeleiden. Dijkgraaf zijn is wel iets anders als wethouder. Op momenten dat er crisis is, bijvoorbeeld, hè, wanneer nou, natuurlijk een paar weken geleden of wanneer het hoogwater is, ja, dan is, heeft een functie als dijk graag een dynamiek die, uh, die ongekend is. En op andere momenten kun je weer bezig zijn met, met meer lange termijn uh, zaken. En dat, ik, dat spreekt mij gewoon enorm aan. Dus ik, uh, ja, ik verheug me ontzettend op, uh, op die nieuwe baan. PvdA-collega-wethouder Karine Bloemhoff gaat van de schaaf missen. We gaan hem natuurlijk ook ontzettend missen bij de Partij van de Arbeid. Want het was echt een uitstekende wethouder wonen wijk en wijken, ruimtelijke ordening. Waar de gemeente Groningen denk ik heel veel aan te danken heeft. Uh, dus het is natuurlijk voor ons allemaal ook een groot gemis. De partij gaat nu op zoek naar een opvolger. We gaan gewoon een nette procedure bewandelen. En uiteindelijk gaat de fractie over de voordracht van de wethouderskandidaten. En uh, zoals aangegeven, dat gaan we binnen enkele weken bekendmaken.